Goedenavond, dames en heren. Het is inmiddels 7:30 geweest. Dus het lijkt me goed dat we gaan beginnen met deze commissievergadering. Commissievergadering op dinsdag 5 maart 2019 met een overzichtelijke agenda voor vanavond. Dat zegt niet altijd iets over de lengte van de vergadering. Maar wij zullen zien waar we gaan eindigen vanavond. In ieder geval was dit dan ook de opening. Dan hebben wij nog de mededelingen. Ik kijk even naar links. Wij hebben denk ik geen mededelingen. Nee, dan gaan we direct door naar vaststelling van de agenda. Is de agenda zo die voor ligt tot en met agenda punt 10? Is dat akkoord? Dan gaan we dat ook zo doen. Van het inspreekrecht, agenda punt 4. Daarvoor heeft zich niemand gemeld. Dus we zijn alweer bij agenda punt 5. Maar daar komen we niet zo makkelijk af. Want er zijn in ieder geval 3 vragen binnengekomen. Sommige wel relatief laat. Dus dat zal misschien de omvang en de aard van de beantwoording beïnvloeden. Maar goed, dan horen we dat zeker van de portefeuillehouder. Als eerste wil ik graag het woord geven aan Michel Blanken. Nou, mocht er sprake zijn van meerdere vragen. Dit is van tevoren ingeleverd. Dus de portefeuillehouder heeft zich erop kunnen voorbereiden. Dus dan stel ik voor dat u zelf wel direct alle vragen voorleest. Dat is wat anders dan bij de ingekomen stukken, maar hier kan het. De heer Blanken, PvdA. Nou, dank u wel, voorzitter. Ik, naar aanleiding van de vraag die ik heb gesteld, zou ik even een ander voorstel willen doen om dit af te ronden. En mijn vraag is om deze dan schriftelijk te laten beantwoorden. Dus je kunt u wel even aangeven, want anders blijft het... Inderdaad, het onderwerp ging over evenementenvergunningen. En daar wil ik het tot zover even bij laten. Oké. Zou ik graag schriftelijk deze vraag nog even willen stellen en beantwoord zien worden. Dat is akkoord. Ik kan op de specifieke vraag ingaan en ik kan u ook al in het vooruitzicht stellen dat wij in medio april, dus dat is inmiddels op afzienbare termijn, hopen in het college stil te staan bij uitgebreider het onderwerp evenementenvergunningbeleid in zijn algemeenheid. En dat lijkt me dan ook een waardevolle aanvulling die ook later nog kan worden toegevoegd aan de informatie die u dan als eerste krijgt. Er komt een tweetrapsraket tussen in uw richting. Oké, wordt schriftelijk vervolgd. Dank u wel, heer Blanken. Dan gaan we direct door naar vraag 2. Die is afkomstig van de heer Hoedemaker, D66. Mag ik u het woord geven? Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vandaag heeft de Tweede Kamer bekendgemaakt dat een parlementaire enquête aardgaswinning Groningen start. En dat brengt me op het volgende. Want uit informatie op de website NLog blijkt dat ook het overgrote deel van de ondergrond van onze gemeente aardgas gewonnen wordt. Activiteiten vinden plaats in de velden in Coevorden, Dalen, Geesbrug en Oosterhesselen. En dat brengt me op de volgende vragen. Is het college op de hoogte van de activiteit in al deze gasvelden? Is het college met de NAM, eigenaar van deze velden, in gesprek over de effecten, zeker de schade als gevolg van deze exploitaties? In hoeverre zijn de activiteiten in deze velden af of toegenomen sinds de gaswinning in Groningen is teruggebracht? En wat zijn de verdere plannen met betrekking tot de activiteit in de Coevordenvelden? Wat raadt u inwoners aan die nu of in de toekomst schade ondervinden van de gaswinning? Afgelopen vrijdag heeft de directeur van de NAM aangegeven dat ook op 17 andere locaties in Drenthe gasvelden in gebruik genomen zullen worden. Maar alleen als er draagvlak is, zo vertelde hij. En dat brengt me dan op de volgende vragen. Is het college op de hoogte van het voornemen om andere locaties in Drenthe in gebruik te nemen? Zijn onder de 17 bedoelde gasvelden ook locaties in onze gemeente? Zijn er naast de NAM ook andere partijen die eigenaar zijn van nog te exploiteren gasvelden in onze gemeente? En zo ja, wie zijn dat en waar liggen deze gasvelden? Zijn ook zij van plan, net als de NAM, om alleen tot productie over te gaan als er draagvlak is? En is het college met D66 van mening dat meer gaswinning in Coevorden onwenselijk is. Tot zo. Een hele lijst aan vragen. Ik wens de portefeuillehouder, de heer Huizing, veel succes. Dank u, voorzitter. Misschien om te beginnen bij de opmerking die de voorzitter al maakte. De vragen zijn vrij laat binnengekomen, dus ik heb geen complete beantwoording. Ik stel voor dat ik de complete beantwoording, dat we dat schriftelijk gaan doen. Maar misschien wel goed om een aantal punten wel even uit te lichten. Ja, wij zijn op de hoogte van de activiteit in onze gasvelden. Sterker nog, dat in sommige van die velden gebeurt dat al 70 jaar. Dus NAM is denk ik in dit gebied een heel vertrouwd gezicht. En eigenlijk al die 70 jaren doen zij dat op basis van hun winningsplan. En dat winningsplan dat geeft ook precies aan wat er wel en wat er niet mogelijk is. Nou, ik denk ook dat de komende jaren de gaswinning sowieso nog door zal gaan. Er zit, wat ik heb begrepen, niet heel veel gas meer in de Coevorder gasvelden. Maar het gas zal nog hard nodig zijn, ook de komende jaren. Er is dus ook, hebben wij in ieder geval al doorgekregen van de NAM, geen sprake van een verhoogde winning in de Coevorder gasvelden. Als gevolg van het afbouwen van Groningen. Daar is geen noodzaak toe en wat ze zelf aangeven, ook die mogelijkheid is er gewoon niet. Ze willen nu gewoon de velden nog verder leegmaken en dat gaat gewoon in hetzelfde tempo door als tot nu toe het geval was. En wat betreft die 17 gasvelden, daar heeft de NAM ons ook al laten weten van ja, daar is geen sprake van. Dat bericht dat... Dus geloof ik voor het weekend ook al aangegeven van nee, dat klopt niet wat daar gesteld is. Er is helemaal geen sprake van 17 extra gasvelden. En in onze gemeente al helemaal niet, want het kaartje waar u aan refereert bij de vragen, dat ziet u ook. Het zijn eigenlijk allemaal actieve gasvelden in onze gemeente. Dus daar is voor zover bekend, want we kunnen natuurlijk niet alles zien onder de ondergrond, maar is er helemaal zijn er helemaal geen nieuwe gasvelden. Dus dat zal zeker... ook geen sprake kan zijn dat die in Coevorden komen. Nou, volgens mij heb ik dan het meeste beantwoord. De schade, dat is misschien nog wel goed. De NAM heeft al vrij lang een eigen schadeprotocol. NAM heeft ook aangegeven dat ze het zelf wenselijk vinden dat het schadeprotocol... Wat nu geldt, dat het eigenlijk een door het ministerie vastgesteld schadeprotocol moet zijn. Zodat dat ook voor iedereen duidelijk onafhankelijk wordt beoordeeld. Dus daar lopen de gesprekken ook over. En inwoners die toch, die menen dat ze schade hebben ondervonden als gevolg van gaswinning. Ja, die moeten volgens mij op dit moment zijn ze nog gehouden om dat bij de NAM te melden. En hopelijk dat dat snel anders wordt en dat ze dan naar het ministerie kunnen gaan. Voorlopig voldoende antwoorden, heer Hoedemaker. U krijgt natuurlijk nog een schriftelijke beantwoording. Ja, want u refereert aan een schadeprotocol, maar dat geldt alleen maar voor Groningen. Nee, de NAM heeft sowieso een eigen schaderegeling. Maar... zodra je 2 meter over de grens zet naar Drenthe, dan geldt dat al niet meer. Nee, dat is het protocol zoals dat recent is overeengekomen. Dat geldt inderdaad alleen voor Groningen. En wat de NAM graag wil is dat het ook dat protocol of iets ander protocol, dat ook gaat gelden voor alle kleine velden. En daar lopen de gesprekken op dit moment over. Maar het is dus niet zo dat iemand die nu... schade zou ondervinden door gaswinning in de gemeente Coevorden, dat die nergens terecht kan. Die kan zich gewoon bij de NAM melden, zoals dat ook de afgelopen jaren altijd het geval is geweest. Nou, misschien is het goed om het hiertoe te beperken, mocht de schriftelijke beantwoording nog aanleiding geven, maar u wilt toch nog... Ja, want deze vraag behoeft denk ik niet zoveel ambtelijke voorbereiding. Mijn vraag of het college van mening is dat meer gaswinning in Coevorden onwenselijk is. U geeft zelf aan van dat kan bijna niet meer, want we hebben maximaal gas gewonnen. En inderdaad, onder het grootste deel van onze gemeente zijn op dit moment actieve gasvelden. En ik geloof u helemaal als u zegt, die zijn bijna leeg. Maar onder een klein deel van onze gemeente zijn nog geen gasvelden gevonden. En mochten die gevonden worden, bent u dan met mij van mening dat daar geen winning plaats moet vinden? Nou, misschien even voor de duidelijkheid. Ik heb de heer Huizing niet horen zeggen dat de velden bijna leeg zijn. Maar dat de NAM doorgaat. Maar misschien is dat wel zo. Maar ik heb dat nog niet gehoord. Maar nee, we zitten echt aan de laatste procenten gas in de velden, geeft de NAM aan. Ja, uw vraag heeft natuurlijk een heel hoog als-dan gehalte. En volgens mij moeten we met z'n allen wel gaan vaststellen dat de gaswinning in onze gemeente, dat dat altijd keurig is gedaan door de NAM. Dat de NAM ook hier in het gebied nog behoorlijk breed gedragen wordt, anders dan in heel veel andere gebieden. Misschien ook doordat we hier een andere opstelling van de NAM kennen in dit gebied dan in andere gebieden wel het geval is geweest. En ik denk ook dat we met z'n allen moeten vaststellen dat we aardgas als brandstof, dat we dat gewoon ook de komende jaren nog heel hard nodig zullen hebben. Ook al willen we met z'n allen de transitie maken naar meer duurzame vormen van energiewinning. Dus ik denk dat we niet zo heel makkelijk kunnen zeggen dat willen we niet. Wat we wel voorop moeten stellen, en dat heeft altijd gegolden en dat blijven we ook vasthouden. Het moet gewoon op een veilige en verantwoorde wijze kunnen. Ik denk dat dat de allerbelangrijkste is. En een als-dan vraag van ja, wat als er een nieuw gasveld ontdekt wordt. Ik zie hem niet zo heel snel gebeuren, eerlijk gezegd. En volgens mij moeten we dan op dat moment, als dat speelt, moeten we die vraag gewoon gaan beantwoorden. De heer Hoedemaker, voldoende voorlopig? Ja, daar kunnen we nog een hele boom over opzetten, ja, maar laten we dat nou niet doen. Okay. Dank u wel. Goed, dan gaan we over... Ja, mevrouw Vissering, u hebt naar aanleiding van wat besproken is toch nog een... Ja, mag ik naar aanleiding van deze vraag nog een hele korte concrete vraag stellen? Zijn er gevallen van schade bekend? Dus zijn er mensen die naar aanleiding van een beving of überhaupt aardgaswinning schade hebben ingediend? U doelt op de gemeente Coevorden? Ik doel inderdaad op de gemeente Coevorden. Ik helemaal een zeker antwoord kan ik u niet geven. Ik weet wel dat bij de meest recente beving, dat was vorig jaar, een hele lichte beving, dat daar enkele schademeldingen zijn gedaan en dat de NAM die heeft afgehandeld. Maar als u daar meer informatie over wilt, kan ik u die uiteraard ook even geven bij de beantwoording van die vragen. Ja, heel graag. Dank u wel. Goed, wordt deze vraag meegenomen samen met de ingediende vragen. De raad ziet het antwoord graag tegemoet. Kunt u enigszins aangeven op welke termijn dat zou kunnen? Op een hele korte termijn kan dat volgens mij. Volgende week heeft u het antwoord wel. Heel goed. Dan hebben we nog een derde vraag. Die is binnengekomen. De heer Bonkers, VVD. Deze vraag die had betrekking tot 6A2. Dus die wilt u straks stellen. Ja, ja, prima. Heel goed. Dan schuiven we die straks door naar de ingekomen stukken. Zijn er verder nog vragen opgekomen vanwege aan actualiteit? Niets. Dan gaan we door met het volgende agendapunt. Dat is het raadsvoorstel afdoening ingekomen stukken. We hebben er 7 op de lijst staan. We gaan ze even... snel proberen weer langs te gaan. En hebt u vragen, geef het aan, dan probeer ik daar ruimte voor te geven. A1, wegonderhoud, niets. A2, daar is in ieder geval een vraag over van de heer Bokkers. Er wordt gesproken in het stuk over een tekort in 2017 en 2018. En na het akkoord hebben met de zorg... verleners, zou er dan een vermindering van een tekort komen? Of is het tekort dan weg? Dat was eigenlijk mijn vraag. De heer Huizing. Wat de insteek van het bestuurlijk transformatieakkoord is aan de ene kant het verbeteren van de zorg. Gewoon het leveren van de juiste zorg op het juiste moment. En de gedachte is inderdaad dat we daar ook in financiële zin nog wel wat voordeel uit kunnen gaan halen. Nou, geeft u terecht aan van we hadden over afgelopen jaren hadden wij ook een tekort. Dus waar geen tekort wat in de getallen loopt zoals we dat in sommige andere buurgemeenten horen. Dus wij verwachten daar wel wel enig voordeel uit. Of dat ook gaat betekenen dat we inderdaad het tekort kunnen wegwerken over 2019. Dat is nog maar zeer de vraag. Ik denk de maatregelen die worden genomen, die moet je vooral op langere termijn moeten die effect gaan hebben. Maar ik denk dat het goed is dat we u daar binnenkort ook als raad gewoon weer een keer over bijpraten. En dat kan in de klankbordgroep Sociaal Domein, maar ik denk misschien dat het wel goed is om dat gewoon een keer weer bij de kop te pakken in een algemene thema bijeenkomst. Voldoende antwoord op de vraag. Ik zag nog meer vingers. Ja, de heer Hoger, BBC. Ja, voorzitter, bedankt. Ja, het college constateert terecht dat we er met het voorliggend bestuurlijk transformatieakkoord Jeugd-Drenthe 2019-2022 nog niet zijn. Maar onze fractie rekent er nu op dat de samenwerking nu echt van de grond komt. Ontschotting van budgetten ook vorm krijgt. En niet in de laatste plaats dat ouders en kinderen veel meer en vooral ook veel eerder betrokken worden bij de bespreking van hun eigen problemen. En dat lezen we dus in het transformatieakkoord, dat dat in ieder geval nu gestalte wordt gegeven. Daar zijn we als fractie heel erg blij mee. De vraag die heer Bonkes stelde aan de wethouder, dat was ook mijn vraag geweest. En dat antwoord is door de wethouder prima gegeven. Bedankt, voorzitter. Dank u wel. De heer Stoker, Pak. Ja, voorzitter, dank u wel. Mooi dat de grote zorgaanbieders en de gemeente in Drenthe tot een transformatieakkoord zijn gekomen. Het geeft ons wel een aantal vragen. Daar waar wordt gesteld dat de transformatie van jeugdhulp ook gaat over een maatschappelijke discussie over het accepteren van variatie op normaal. Daar zijn we het op zich als fractie wel heel erg mee eens. Alleen we constateren ook dat we de afgelopen jaren met de invoering van het standaardwerk voor de classificatie van psychische aandoeningen wel heel erg zijn gaan medicaliseren. Mijn concrete vraag is, wat gaan de Drentse gemeenten doen om dan deze maatschappelijke discussie vorm te geven? Zullen we het daar even toe beperken? Deze vraag, even vraag voor vraag. Dat ja, zorgt in ieder geval voor een concrete beantwoording. Ja, in detail, voorzitter, heb ik dat antwoord niet op die vraag. Maar ik ben blij om te horen dat u ook aangeeft van nee, wij zien dat ook. Ik denk inderdaad dat we doorgeschoten zijn. En dat was overigens al voor de decentralisatie het geval. In het alles maar moeten medicaliseren om vervolgens het te kunnen oplossen. Ik denk dat het gewoon veel meer zaak is om er heel erg aan de voorkant bij te zijn. Misschien veel meer in te gaan zetten op het voorliggend veld. Als het gaat om een signalerende rol. Als het gaat om het begeleiden van ouders bij allerlei problemen waar ze tegenaan lopen met hun kind. Zonder dat we meteen een hele medicalisering moeten gaan opzetten. En ik denk dat dat vooral iets is wat we op lokaal niveau het best kunnen gaan oppakken. En waar we op lokaal niveau het best op kunnen gaan sturen. Een volgende vraag. Ja, voorzitter, dank u wel. Een vraag over de jeugdverwijsroutes. Bij de invoering van de jeugdwet in 2015 was er al een grote angst dat artsen en medisch specialisten buiten gemeentes om toch nog zouden kunnen gaan verwijzen. Dat zien we natuurlijk ook nog steeds gebeuren. Is vanaf de invoering 2015 tot op heden, met alle inspanningen die gemeenten zich hebben getroost om dat daar wel invloed op te hebben, is daar al een daling in te zien? En zo ja, is dat ook in cijfers uit te drukken? Een kort antwoord. Ja, voorzitter. Ook dus korte vragen. Anders moeten we het echt agenderen. Als de daling te zien is, moet dat inderdaad in cijfers te zien zijn. Wat wij wel zien is dat we, zeker na de invoering van de praktijkondersteunende jeugd, dat het aantal verwijzingen veel minder aan het worden is. En ja, verder, de huisarts blijft inderdaad zijn doorverwijzende rol, met de bevoegdheid blijft hij hebben. Volgens mij is het ook wel goed dat hij daar ook vooral blijft. Maar je merkt ook dat de huisarts ook steeds meer proberen om ook, als zij nog wel doorverwijzen, om dan de huisarts te helpen om de goede doorverwijzing meteen te gaan doen. En een beetje af te stappen van de doorverwijzing naar bij de huisarts bekende zorgaanbieders. En dat kun je de huisarts niet kwalijk nemen dat dat niet het hele brede spectrum is aan aanbod van zorgaanbieders. Dat waren ze? Oh, prima. Uitstekend. Verder nog vragen. Mevrouw Katerberg, CDA. Ja, dankjewel, voorzitter. Nou, wij zijn ook heel blij met dit met akkoord. Vooral ook omdat erin staat dat de bedoeling belangrijker is dan het systeem. En daarmee sluit ik ook wel aan bij collega Stoker. Ik wil toch graag nog wel iets concreter weten hoe en op welk moment wij op de hoogte worden gehouden van deze ontwikkelingen. Want er wordt heel veel over gepraat, maar concreet blijft het wel heel lastig. En ik zou daar toch wel graag echt de vinger aan de pols willen houden. Heer Huizing. Ja, het hoe precies... ik denk dat we, en daar wil ik dan wel graag de klankbordgroep Sociaal Domein voor gebruiken, is met uw raad moeten kijken wanneer het een geschikt moment is om met de raad als geheel in een themabijeenkomst daar eens wat dieper op in te gaan. Dus die exacte datum wanneer het zou kunnen, dat, volgens mij moet dat even in onderling overleg worden vastgesteld. En dan kunnen we inderdaad daar wat dieper op ingaan van nou, hoe gaan we nou, wat hier in dat transformatieakkoord staat, hoe gaan we dat ook bereiken. Volgende. Oké, ik zag mevrouw Schepers, D66. Dank u wel, voorzitter. Met dit bestuurlijk transformatieakkoord wordt gestart met een gemeentegrens overstijgend gezamenlijke analyse van de huidige situatie van de jeugdhulp en van de financiële tekorten. Onze vraag, leidt dit ook tot gemeentegrens overstijgende overkoepelende conclusies? Of wordt de kwaliteit en de betaalbaarheid van het jeugdhulpaanbod per gemeente ook geanalyseerd en bekendgemaakt? En dan een tweede vraag. Wat betekent deze gezamenlijke aanpak dat voortkomt uit het bestuurlijk transformatieakkoord voor de gemeente Coevorden? Voorziet de portefeuillehouder veranderingen in bevoegdheden of verantwoordelijkheden of misschien op andere vlakken? Heer Huizing, voor zover daar al antwoord op te geven. Ik moest even iemand wegdrukken, excuses daarvoor. Niet voor het wegdrukken overigens. Met de eerste vraag te beginnen, ja, het gaat ook om cijfers voor Coevorden. En die tweede kan ik denk ik ook vrij kort over zijn. Wat wij willen is vooral van elkaar leren en kunnen vergelijken. Maar bevoegdheden, volgens mij, wij blijven als gemeente verantwoordelijk voor de jongeren die aan ons zijn toevertrouwd door de jeugdwet. En dat blijft ook zo, dat gaat niet veranderen. En zeker niet een samenwerking. Ik denk alleen dat nou ja, wij ons werk met z'n allen nog beter moeten kunnen gaan doen als wij ook van elkaar kunnen leren en daar in ieder geval dezelfde cijfers over hebben. De heer Nijmeijer, PPC. Dankjewel, voorzitter. Nou, er is al veel over gezegd. In de brief staat ook zijn veel aan aannames en veranderende stellingen. Nou ja, goed, gissen doet missen. Dus ik wil eigenlijk aansluiten bij de vraag die eigenlijk al, of opmerking die meer geplaatst is, van ga ons alsjeblieft tussentijds bijpraten voordat er weer een rapport ligt of dat we weer een heel groot artikel in de krant zien. Dat is mijn opmerking. Tot dusver. Ik denk dat dat al is toegezegd door de portefeuillehouder. Dus dank u wel. Ja, de heer Blanken, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Ja, nog één puntje, er is al veel gevraagd. Mooi plan wat er ligt. Maar ik zag bij punt 6, bij de constateringen, zag ik van al jaren wordt er gesproken over de noodzaak van betere samenwerking met onderwijs. Zonder dat hier veel voortgang op is. En dan zie ik in de laatste zin staan, het akkoord dient ook bijvoorbeeld het onderwijs in beweging te brengen. Dus mijn vraag, nou, in al die jaren is het niet gelukt. Hoe denken jullie nu wel een betere aansluiting te krijgen met het onderwijs? Al een voorschot op de uitkomsten, denk ik, want dat lijkt mij onderwerp van onderzoek, maar goed. Nee, precies, maar wat ik al aangaf, ik denk dat dat voor een deel echt lokaal ligt. Zeker als het gaat om basisonderwijs, waar de meeste kinderen uit onze gemeente gewoon ook in Coevorden naar school gaan. Voor een deel zullen we dat iets regionaler moeten gaan oppakken. Bijvoorbeeld omdat veel van de kinderen uit de gemeente Coevorden ook in buurgemeenten naar het voortgezet onderwijs gaan. En ja, waar we denk ik mee zullen gaan beginnen is het... gewoon proberen om te zorgen dat iedere school weet wat waarvoor die bij de gemeente terecht kan. En wat voor signalen we over en weer ook kunnen gaan uitwisselen. Ik denk dat dat een eerste begin is, het gewoon elkaar kennen. En dan dat verder gaan uitbouwen. Verder nog vragen over dit stuk? Nou, er driep veel vragen op, maar goed, de urgentie van het op de hoogte houden is nadrukkelijk door de raad uitgesproken in, door verschillende fracties. Dus reikhalzend wordt uitgekeken naar de vervolgstappen en de mogelijke conclusies, al dan niet tussentijds. A3, de kaderbrief GGD, zienswijze college. De heer Heling, CDA. Ja, dank u voorzitter. Geen vraag in dit geval, maar een opmerking. Een compliment zelfs voor de heldere en kritische zienswijze die is ingediend bij de GGD. Dat verdient zeker, als CDA zijn we daar zeer content mee. En we zien de input van de raad zien we er erg goed in terug, denk ik. Dank u wel. Mevrouw Driehuis-Pak. Nou, daar kan ik me alleen... Bedankt voorzitter overigens. Daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Wij hebben hem ook doorgelezen. We zijn blij met inderdaad de kritische noten die erin staan. We zijn ook blij dat u inziet dat de financiële meerjarenperspectief van de VTD nog steeds onduidelijk is. En dat u daar helderheid over wilt. En dat u ook helderheid wil over waarom de GGD twijfel heeft of het extra beschikbare geld weer niet voldoende is. En wat wij graag van u zouden weten, heeft u een termijn gesteld waarop u een antwoord wil op die vragen? En als u die antwoorden heeft, gaat u die ook met ons delen? De heer Brink, wethouder Brink. Ja, voorzitter, dank u wel. In de brief staat ook dat we tenminste de meeste van die vragen in de begroting in ieder geval beantwoord willen zien. En ik streef ernaar om dat inderdaad met de begroting ook helder te hebben. En ik zal u daar zeker van op de hoogte brengen. Dank u wel. Verder nog vragen over dit inkomensstuk? Ja, de heer Hoge, BBC. Ja, los van de complimenten die onze fractie ook heeft op dit stuk van het college, willen we inderdaad, net als bij het vorige agendapunt, heel graag benadrukken dat wij tijdig en volledig worden geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de GGD. Dat is eigenlijk ons verzoek en dat was het, voorzitter. Dank u wel. Heer Brink, daar nog op reageren? Ja, ik zou me aangesproken moeten voelen, maar dat voel ik eigenlijk niet zo. Maar volgens mij houden wij u prima op de hoogte van hoe de GGD ervoor staat. En u bent ook altijd assertief genoeg om, dat als u er wat van wilt weten, om dat aan mij te vragen. Dus het samenspel met u hou ik graag op een goed niveau, meneer Hoge. Nou, prima, dank u wel. Dan gaan we door naar A4. Dat gaat over de planning van de P&C-documenten. Niet, dan hebben we A5 met een wederom een mooi verslag van een aantal raadsleden die mee is geweest naar Brussel. Geen vragen of opmerkingen? Nee. Dan gaan we naar A6. Dat is een verzoek omgevingsvergunning waarvoor een verklaring van geen bedenkingen is vereist. Daar nog? Ja, de heer Mulder, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Ondanks dat deze aanvraag nog beoordeeld moet worden door het college en terug gaat komen, wil ik toch wel even een opmerking maken of daarin een vraag stellen. De aanvraag gaat om de schuur naar voren uit te breiden, omdat naar achteren niet mogelijk is. Daarom is die aanvraag, maar ik mis de motivatie waarom het niet naar achteren kan. En misschien kunt u daar al op antwoorden voordat het de volgende keer bij ons op de raad terugkomt. Dank u wel. Ja, als het, misschien dat het in het proces al verder is, maar dit is slechts een eerste aankondiging. Dus ja, ik kan me voorstellen dat daar nog geen antwoord op is, maar heer Huizing. Het klopt, het antwoord is er niet, maar ik denk dat deze, dit signaal op deze vraag goed is om mee te nemen. Er staat al in van, ja, als wij als college denken dat dit een ontwikkeling is waar we mee moeten werken, dan zal die nog bij uw raad komen. En dan weet ik in ieder geval welk stuk onderbouwing u nou zult vragen, dus daar zullen we ons voordeel mee doen. Ja, dat is toch weer het voordeel dat het nu via een ingekomen stuk langs moet komen. De heer Terwerge, BBC. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik begrijp niet goed de vraag van de heer Mulder, want als je kijkt op pagina 5 van de publiceerbare aanvraag, daar staat de bruto inhoud van het bouwwerk. En dus de aanvang van het bouwwerk is de bruto inhoud 11.800 kub. En na uitvoering is hij nog 1646. Dus er wordt gesloopt in plaats van gebouwd, volgens mij. Ik denk dat er een foutje is in de aanvraag. Nou, ook die kan mee worden genomen bij de nadere beoordeling. Dus doe er uw voordeel mee, portefeuillehouder. Dank u wel. Gaan we door naar A7. Geen opmerkingen. Dan hebben wij Daarmee het raadsvoorstel afdoening ingekomen stukken ook behandeld met de gemaakte opmerkingen en de toezeggingen vanuit het college om hier en daar nog op terug te komen. We gaan door naar agenda punt 7. Daarbij ga ik even wat langzamer praten om de commissieleden de gelegenheid te geven om van plaats te wisselen. En een slokje water te nemen. Agenda punt 7 betreft een raadsvoorstel, voorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot de bouw van een werktuigenloods, de VV Dalen, voetbalvereniging Dalen, op het sportpark het Grootveld in Dalen. En het voorgestelde besluit luidt: 1. Conform voorstel de vereiste verklaring van geen bedenkingen in ontwerp af te geven. En 2. Daarbij te bepalen dat de ontwerpverklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen kan worden opgevat, indien tegen het ontwerp van deze verklaring en het ontwerp van de omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ingediend. Nou, inmiddels zijn de slotjes van de stukken af. Dus alle stukken zijn openbaar en kunnen ook als zodanig aan de orde komen. En we gaan natuurlijk beginnen met een eventuele vragenronde. Zijn er vragen over dit raadsvoorstel en onderliggende stukken? De heer Terbergen, PwC. Ja, dank u wel. Ja, we vinden dit een prachtige ontwikkeling voor Dalen. Wij zijn absoluut voor het in stand houden van de verenigingen en de enorme inzet van vele vrijwilligers. We zijn het dan ook eens met het raadsvoorstel. Uw vraag? Die komt nu. Want de standpunten kunnen straks. Het gaat nu om de vraag. Toch wat ons nog wel een beetje stoort, is opnieuw dat er leges worden gevraagd voor een investering voor en door een groep inwoners die u graag wilt verbinden met elkaar en met de gemeente. De vraag is, wilt u dit nog eens heroverwegen? Een vraag over de leges. Heer Huizing. Ja, voorzitter, wat wij bij dit voorstel hebben gedaan is niet meer en niet minder dan de door uw raad vastgestelde regels toepassen in de leesjesverordening. En je kunt uiteraard bepalen dat bepaalde groepen, bepaalde categorieën geen leesjes hoeven te betalen. Ik denk wel dat het een stap is die waar je heel goed over moet gaan nadenken, want waar ga je hem afbakenen en waar eindigt... En inderdaad, mooie maatschappelijk betrokken vereniging, sportvereniging in dit geval. En waar gaat het over richting commercieel? Dus volgens mij, als u de vraag stelt, dan ga ik die aan mijn collega van Financiën ga ik die doorgeven. Maar volgens mij moeten we heel goed kijken in hoeverre dat nodig is. Want waarom vragen we dan aan de een wel weer en aan de ander niet? Dus ik denk dat je op een hele vlak gaat begeven en dat het beter is om dit soort kosten gewoon in rekening te gaan brengen. Volgens mij is het antwoord dat het al is, dat het bij deze al bijna is heroverwogen. Of u moet als raad een stap in die richting willen zetten, dat kan natuurlijk, maar dan adviseer ik u om het te agenderen of voor de raadsvergadering of te komen met iets anders in de raadsvergadering. Bijvoorbeeld een motie vreemd aan de orde van de dag waarin u een voorstel voor die strekking, ten aanzien van die strekking wilt inbrengen. Maar goed. Dank u voor de tip. Ja, dus daar zijn we ook voor, toch? Verdere vragen over dit raadsvoorstel? Niets? Nou, dan geef ik het nu in bespreking. Wie kan ik vragen om een bijdrage te leveren? Van de BBC hebben we al een... nadrukkelijke instemming gehoord. De heer Mulder. Ja, dank u wel, voorzitter. De gemeente Coevorden heeft jaren geleden beleid opgesteld voor sportclubs om te bezuinigen. Nou, de vereniging Dalen heeft dat opgepakt en ook met veel vrijwilligers daar... invulling aangegeven. En ja, een van de dingen die ze hebben gedaan is zelf zorgen voor het onderhoud. Nou, daar moesten dus werktuigen voor komen en die moeten worden opgeslagen. Nou, die hebben tijdelijk opgeslagen staan, dat staat allemaal in het stuk. En daar moet een nieuwe plek voor komen. Ik denk dat wij daaraan gewoon medewerking moeten verlenen. Dus wij zijn zeer positief over dit stuk. En ik wil ook vragen om ook bij de verdere realisatie daar ook samen met de voetbalvereniging zoveel mogelijk achter te gaan staan en zorgen dat dit zo snel mogelijk gerealiseerd wordt. Dank u wel. Dank u wel. Verder, ja, de heer Bonkers, VVD. Ja, wij zijn ook heel erg blij dat dit initiatief is gedaan. Dat is een mooi voorbeeld van de participatie. En ja, we zien dit echt als een goed voorbeeld, ook voor in de rest van de gemeente. Dank u wel. Mevrouw Driehuis-Pak. Ja, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Het is goed dat ze dit zo goed hebben opgepakt naar aanleiding van de bezuinigingen. En ik kan me heel goed voorstellen dat je alle nou ja, apparaten en werktuigen op eigen terrein wil hebben. Dus wat ons betreft een hamerstuk en laten realiseren. Oké. Nou, ik ga alle partijen maar even langs. CDA. Ja, wat ons betreft ook geen probleem. Het is ook wel een beetje grote schuur volgens mij. Volgens mij kun je er ook wel in zaal voetballen of een loonbedrijf in beginnen. Maar wat ons betreft prima initiatief. Dank u wel. De heer Bouwens, PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is een mooi initiatief van Dalen. En wat net ook al is gezegd, ook hoe men daarmee omgaat. En ja, weer eigen initiatief. Keurig voor elkaar. En wij wensen de voetbalvereniging veel succes hiermee. Dank u wel. De heer Juffer, D66. Ja, ook wij zijn blij dat een vereniging zelf initiatief neemt en zijn eigen broek omhoog probeert te houden. Hamerstuk. Oké, nou dat is al een beetje een voorschot. Maar ik kan me voorstellen dat gezien de reacties we het als hamerstuk zien. Of wil de BBC nog? Nee? Oké, dank u wel. En dan proef ik inderdaad dat, of in ieder geval in de commissie, dat we hopen dat we het niet terugzien. Zoals onder voorstel 2, nummer 2 staat genoemd. Nou, en laten we dat dan maar hopen met z'n allen. Dank u wel. Dat wordt dus hamerstuk, de eerstvolgende raadsvergadering. Dan hebben we agenda punt 8. Met als onderwerp de wijzigingsverordening afvalstoffenverordening gemeente Coevorden 2005. Voorgestelde besluit. In te stemmen met de wijziging van artikel 8 lid 1 afvalstoffenverordening gemeente Coevorden 2005. En 2 in te stemmen met de wijziging van artikel 10 van de afvalstoffenverordening van de gemeente Coevorden 2005. En allereerst stel ik u in de gelegenheid om daar vragen over te stellen. En de heer Bonkers zag ik al met de vinger omhoog in mijn rechter ooghoek. We hadden wel een verbazing eigenlijk over de publiciteit die er nou al is voordat het stuk überhaupt hier door de commissie en door de raadsvergadering is gegaan. Het college heeft dit al een paar keer eerder gedaan met vorige stukken, dus we vragen ons eigenlijk af waarom zo vroeg. U doelt op het persbericht wat vandaag ook is aan ons is toegestuurd. De heer Huizing. Ja, voorzitter, ik kan me de opmerking voorstellen, maar het is eerder een ongelukkige samenloop van omstandigheden dat u dit raadsvoorstel heeft op de dag dat wij communiceren over de frequentiewijziging. Want het besluit tot wijziging van de frequentie heeft u immers bij de begroting al genomen. En wij, ja, we hebben gezegd we moeten daar in een vroegtijdig stadium, dus voor 1 april als de frequentiewijziging ook doorgaat, moeten wij daar netjes over communiceren. Dat doe je niet in de laatste week voorafgaand, dus daar heb je ook meer tijd voor nodig. En ja, ik snap dat dit dus bij u voor wat verwarring zorgt. Het is dus geenszins bedoeld om u aan te geven van ja, om u aan te geven wat u hiermee zou moeten doen. Alleen dit is natuurlijk alleen de juridische doorvertaling van een besluit wat u als raad al eerder genomen heeft. Dus vandaar dat het nu ja, ongelukkigerwijs op één dag komt. Voldoende beantwoording. Andere vragen? Ja. Dank u wel, voorzitter. Vanuit de PvdA, maar de waterkant staat er juist voor. En dan zie ik letters heel gek door het water heen. Maar meneer Dorgelo is aan het woord in ieder geval. Dank u wel, voorzitter. De kijkers. Ja. Nou ja, wij onderschrijven ook wat de heer Bonkers al aangeeft. Ik was vanmiddag ook vol verbazing erover. Over de wijze van communicatie. Vragen die ik heb is met name van in de communicatie wordt aangegeven wat er gaat gebeuren en dat een pas verstrekt gaat worden. Maar wat wij missen is onder andere bijvoorbeeld hoe om te gaan met eventuele overlast als gevolg van hoge temperaturen. En op welke wijze bijvoorbeeld worden gezinnen met jonge kinderen, bijvoorbeeld denk aan luiers en dat soort zaken. Hoe wordt daar naar gekeken en een oplossing voor geboden? Zullen we het daar eerst even toe beperken tot die vragen? Dat mag. Want anders zijn we straks de vragen kwijt en hebt u geen beantwoording. Dus het gaat om de hitte en om de jonge gezinnen. Om maar even te typeren. Allemaal logische vragen die ik inmiddels ook op Facebook al voorbij heb zien komen. En, maar volgens mij het makkelijkste antwoord wat ik kan geven. Er zijn denk ik gezinnen genoeg in onze gemeente die al laten zien dat al dit soort problemen dat die helemaal niet spelen. En dat het eerder misschien een koudwatervrees is of het gewoon toch nog niet goed genoeg scheiden. Nou, dat blijkt denk ik ook wel uit de afvalscheidingscijfers die wij als gemeente laten zien. Waarbij wij helaas nog steeds erg hoog staan aan de negatieve kant in Drenthe. Dus daar communiceren wij nog over, wat wij wel hebben gezegd. Je kunt heel uitgebreid in een brief van 10 kantjes met allerlei bijlagen kun je dit gaan communiceren. Dat heeft volgens mij heel weinig effect. Waar het nu om gaat is dat we als eerste hebben gezegd, we willen de wijziging communiceren via een persbericht. Mensen krijgen allemaal nog een persoonlijk bericht daarover. Op onze website staat bijvoorbeeld op dit moment ook al de veelgestelde vragen. Nou, daar staan de beide vragen zoals u die aangaf, staan er ook een reactie bij. Dus op die manier proberen we tussen nu en 1 april ook met bijvoorbeeld nog praktische tips en al dat soort zaken mensen ook gewoon goed voor te bereiden. Zodat de door sommigen nu gevoelde schok, zodat die misschien ook wel een stuk minder groot wordt. En dat... Want die reacties las ik gelukkig ook. Mensen uit andere gemeenten waar ze dezelfde in- en samenhangfrequentie hebben, zeggen van joh, dit kan gewoon, dit is geen enkel probleem. Ook niet voor een gezin met kinderen in de luiers. Dus een beetje van scheiden naar scheiden, zeg maar. Maar heer Dorglo, u had nog meer vragen? Dank u wel, voorzitter. Nou ja, een van de vragen die ik nog had was, hoe gaat u specifiek aandacht geven van welk afval hoort waar? Maar ik hoor u al zeggen dat u dat ook gaat doen, dus dat is hartstikke mooi. Toch wil ik wel stilstaan bij het feit van luiers. Ik wil bijvoorbeeld wijzen op een initiatief van de gemeente Soest. Daar hebben ze speciaal een afvalinzameling gericht op ouders die dat treft, maar ook voor gastouderbedrijven en dergelijke. Dus misschien is het toch goed om daar nog even naar te kijken. De heer Huizing. Wij zijn ook met de gezamenlijke, niet alleen Drentse gemeente, maar in noordelijk verband aan het kijken of wij daar ergens in het noorden of er iets gerealiseerd kan gaan worden voor de afzonderlijke luierinzameling. Zodat dat probleem ook getackeld kan gaan worden. Fijn te horen, dank u. Verder vragen, de heer Holtjes, BBC. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik sluit me al eerder staan bij de heer Bonkers en de heer Dorgelo. Ik vind hem wel wat goedkoop door te zeggen, ja, sabelen van omstandigheden. Want volgens mij gaat een persbericht uit op het moment dat u daar toestemming voor geeft. Allereerst, misschien moet ik beginnen met een compliment. Hè, want de doelstelling die er lag, raadsbreed, die heeft u keurig netjes ingewilligd. Oftewel, de verzameling wordt veranderd. En de pasjes die gaan per 1 april gaan die keurig netjes in. Oftewel, men moet zich legitimeren. Dus in dat licht gezien complimenten. Maar heel eerlijk zijn, als ik op de donderdagavond de vergadering voorbereid en op dinsdagmiddag, en ik heb Esseline gevraagd of wij volgende keer gewoon op dinsdagmiddag contact kunnen hebben. Misschien is dat makkelijk, dan heb ik de antwoorden. Het ontmoedigt mij een beetje, ik vind dat te goedkoop. Doelstelling gehaald, daarvoor mijn compliment, dus laat ik hem positief afsluiten. Levert dat nog een vraag op of wilt u nog een reactie? Nee, oké. Voorzitter, ik wil daar toch wel graag op reageren. Want ik vind nu dat er een beetje een sfeertje gecreëerd wordt. U heeft als raad gewoon een besluit genomen dat dit moest gebeuren. En ik snap heel goed dat u zegt van hey, het verwondert ons dat we moeten gaan beslissen om dat besluit dat we hebben genomen, om dat ook juridisch werking te krijgen op dezelfde dag dat er gecommuniceerd wordt. Volgens mij moet u dat niet groter gaan maken dan het is. En nou, dank voor de complimenten, maar volgens mij doen we niet anders dan wat u gevraagd heeft. Wat wij u zelf hebben voorgesteld en wat u heeft bevestigd. Dus volgens mij is dat het hoofdpunt. Ja, en uiteraard gaan wij er als college erover wanneer welke communicatie plaatsvindt. Het was mooier geweest misschien als u in de maand februari al dit besluit over de frequentiewijziging had genomen. Het is eventjes niet anders, maar volgens mij is het niet zo dat wij u opeens verrassen met een frequentiewijziging. Want u wist dat die eraan zat te komen. Volgens mij heeft u, nou, zeker vanuit de BBC-fractie, daar nog uitdrukkelijk ook aandacht voor gevraagd dat het moest gebeuren. Ik heb u toen ook de datum al gecommuniceerd wanneer dat uiterlijk zou gaan gebeuren. Dus volgens mij verrassen wij u geenszins. En is dit gewoon iets wat eraan zat te komen. Nog een reactie van de heer Holthuis daarop? Nou, ik wil hem wel dan afvlakken. Ik zeg niet dat ik het resultaat verrassend vind, want het resultaat is zoals opgelegd. Dus daarom zeg ik ook mijn compliment. Maar als ik op de dinsdagmiddag om 13:00 of 14:00 ten tijde van mijn werk via decoevorden.nl en via een persbericht dit voorbij zien komen, dan verbaas ik mij over het feit dat die op punt 8 staat. Dat is het enige. En het is helemaal niet dat ik u iets verwijt, want u hebt keurig uw taak vervuld. Ik zeg alleen dat ik me erover verbaas. En als u dan toch nog een vraag wil stellen, ja, misschien wel. De PMD, ik denk dat het heel fijn zal zijn dat mensen vroegtijdig geïnformeerd worden over wat houdt dat daadwerkelijk in. Want dat was ook een van de duidelijke taken, opdrachten die destijds lag. En het is ondertussen halverwege maart. Ik denk dat dat heel goed is, dat we daar heel snel een invulling aan geven om ook dit als een resultaat succesvol te kunnen boeken. Dus concreet de vraag, PMD, wat is PMD? Ja, die vraag die lachte, die hebben we ook gezegd, die pakken wij gewoon gezamenlijk op. Dus vandaar het antwoord dat ik ook richting de heer Dorgelo al gaf. Wij zullen in de komende periode daarover communiceren. Voor degene die niet kan wachten, de website staat ook in de berichtgeving die wij hebben, waar meer informatie te vinden is. Kijk vooral ook in de AREA-app, kun je ook heel veel informatie vinden over wat waar moet. En volgens mij moet het dan gewoon lukken met z'n allen om dat slechte scheidingspercentage, of in ieder geval de slechte hoeveelheid restafval die we nog hebben, om die gewoon echt omlaag te gaan brengen. Maar ja, dat kunnen we als gemeente dat niet gaan doen, dus zullen echt de inwoners zelf aan de bak moeten. Ja. En ten aanzien van het antwoord, u verwijst naar de app, anders zou ik het verwijzen naar een technische vraag bijna. Wat is PMD? Verder nog vragen? Dan, ja, mevrouw Katerberg, CDA. Nou, misschien toch even aanhaken op wat gezegd wordt over de communicatie. Ik denk dat het heel eenvoudig is om het persbericht, voordat hij naar de pers gaat, met ons te delen. Met een kleine toelichting van, jongens, het komt nou net zo uit dat het op deze manier gaat. We zijn ons daarvan bewust. En dan, ja, dan wordt het gewoon iets meer ingebed dan de manier waarop het nu gaat. En dat is gewoon een tip. En ik denk dat je daarmee dit soort gevoelens wel kunt voorkomen. Dank u wel, heer Huizing. Volgens mij, dank voor de tip, voorzitter, wat ik al aangaf. Wij hebben er geen moment bij stilgestaan dat u zich overvallen zou voelen, op welke manier dan ook. Ja, het besef moet er ook zijn, want anders kun je het ook niet begeleiden zo'n persbericht natuurlijk. Ja, de heer Dorgelo, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Als het mag zou ik nog graag een vraag willen toevoegen. De vraag is, vindt er nog een evaluatie plaats? En zo ja, wanneer vindt er een evaluatie plaats? En u bedoelt dan een evaluatie? Van, we gaan per 1 april wordt deze wijziging ingevoerd. En dat is, voor heel veel mensen is dat nieuw, dus vandaar. Ja, wat wij sowieso hebben gedaan, want deze wijzigingen, wat ik al aangaf, in de andere 2 AREA-gemeenten heeft die al plaatsgevonden. Dus daar hebben we ons voordeel mee gedaan van wat komt daar naar voren aan punten. En uiteraard bij iedere wijziging die wij doorvoeren, houden we in de gaten wat de effecten zijn. En gaan wij daar ook met AREA in gesprek over, nou, als daar op een of andere manier bijstelling nodig is, of nadere communicatie of wat dan ook, dan wordt dat gehouden. Oh, dank u wel. Verder geen vragen. Dan geef ik het in bespreking. Maar u mag ook direct een voorstel doen voor behandeling. Ja, heer Bonkers doet een voorstel. Ik wil het in bespreking. In bespreking? Ja. Oh nee, sorry. Nee, ik wil nog even... U wilt nu uw bijdrage leveren. Bijdrage leveren. Ja, heel goed. Ja. Al die vragen, ja. Nou, voor ons ligt het voorstel om de frequentie van het afval te veranderen. Als VVD zien wij de noodzaak ook voor het voorscheiden van het huisafval. Dit is niet alleen beter voor het hergebruik van de grondstoffen, maar ook financieel voor de inwoners. Van belang is echter wel dat het duidelijk moet zijn wat wel en wat niet in die container moet. Dus wij vragen de wethouder ook op om goed die campagne, voorlichtingscampagne te voeren. dat iedereen weet welke container die moet gaan gebruiken. Betreft de luiers, als jonge vader weet ik hoeveel luiers er in een week geproduceerd kunnen worden. En ik voorzie wel een probleem bij jonge ouders ontstaan. En wij hebben als oplossing, als VVD, een tweejaarlijkse jonge oudercontainer. Daar bied je de jonge ouder aan een extra grijze container aan zijn aangifte gaan doen bij de gemeente, bij de geboorte van een kind. En na 2 jaar stopt deze service en kan men kiezen voor een regulier tarief voor deze behoud van deze container. Dus dat is eigenlijk ons voorstel om het probleem van de luiers op te lossen. En voor de rest zien wij het als een goed idee. Nou, wellicht kan de bijdrage van de andere fracties bestaan uit commentaar of reactie op dit voorstel. Ik kan me voorstellen dat u daar ook wel benieuwd naar bent. De heer Dorgelo, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Nou, wat de heer Bonkers aangeeft, dat onderschrijven wij. Wat hun voorstel betreft vind ik hem heel mooi. Ik zou hem toch graag wat breder willen trekken en verwijzen naar het voorstel in Soest. Het gaat niet alleen om jonge ouders, we hebben ook te maken met gastouderbedrijven, we hebben te maken met incontinentie. En Soest heeft daar een hele mooie oplossing voor, dus wellicht kan daar ook naar gekeken worden. Dank u wel. Dank u wel. De heer Stoker, Pak. Ja, voorzitter, ik ben geen jonge vader, maar ik ben wel grootgebracht. En volgens mij bestond in mijn tijd katoenen luiers, een mooi alternatief. Ja, ik bedoel, als we over alternatief hebben, katoenen luiers, even de poep eruit halen, in de wasmachine stoppen. Dan hebben we ook geen afval. Dank u wel. Wie kan ik nog meer uitnodigen voor een reactie? De heer Hoedemaker. Dank u, voorzitter. In de begrotingsvergadering hebben, als het gaat om afvalscheiding, D66 en PAK een in mijn ogen veel mooier voorstel gedaan. Een voorstel dat ook meer oplevert voor onze, potentieel meer oplevert voor onze inwoners en zeker voor bewustwording, namelijk Diftar. Dat heeft het niet gehaald. Wat mij betreft is dit een hamerstuk. Wat betreft de luiers kan ik al verwijzen naar onze buurgemeente Borger-Odoorn, waar op de plekken waar milieustraten zijn ook een faciliteit is om luiers in te zamelen. Dank u wel voor deze bijdrage. PPC, de heer Bouwers. Ja, dank u wel, voorzitter. Er is in de tijd besluit genomen om dit in orde te maken. Ik denk dat het een goed voorstel is. En ja, de ontwikkeling van de luiers zien we dan wel tegemoet. Hoe zich dat ontwikkelt. En ja, het is inderdaad voor, verder voor het milieu een goede zaak om op deze manier dit aan te pakken. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk naar de linkerkant. BBC. Wat ons betreft hamerstuk. Dank u wel. En geen reactie nog richting... Ik ben uit de luiers, dus ja, ik... Ja, u bent uit de luiers. En na 2 jaar zinnelijk, het is mij niet gelukt, dus ik denk dat 2 jaar het mooiste leven is, maar misschien nou ja, er 4 van maken. U wordt ook weer ouder, dus wellicht komt dat dan terug. Nou ja, de heer Dorgel heeft zich blijkbaar heel erg verdiept in de luiers, dus misschien is dat de tip die hij gaf een hele goede voor meneer... Soest. Ja. Ja. Soest. Dank u wel. Dank u. CDA, Rokattenberg. Hamerstuk. Hamerstuk. En ook geen reactie op het voorstel van de VVD? Nee. Nee. Goed, dan wil ik graag weten hoe het na de raadsvergadering gaat. Wilt u, ik kijk maar eerst even naar de VVD en de PvdA, wilt u het daar nog bespreken? Niets, hamerstuk dus. Hamerstuk, dan gaat dat door naar de volgende vergadering als u dat allemaal prima vindt als hamerstuk. En als er niks geks gebeurt in de aanloop naar die vergadering, oh ja natuurlijk, portefeuillehouder nog, ja. Dank u, voorzitter. Dank voor de brede steun, maar die is niet geheel verrassend uiteraard. U bent in ieder geval consistent in uw uitingen. Dat is mooi. Duidelijk is dat met name de luiers, de jonge ouderproblematiek waar nog aandacht voor wordt gevraagd. Misschien, volgens mij, is de ervaring dat prima kan. Dus dat... Laten we dat voorop stellen. De heer Dorgelo geeft terecht aan van, nou ja, misschien moet je toch wel gaan kijken naar de gescheiden inzameling. Maar dan gaat het denk ik ook om de gescheiden inzameling van incontinentiemateriaal. Waar overigens D66 ook bij de begrotingsbehandeling nog een voorstel voor heeft zien aangenomen worden. Dus volgens mij ligt daar nog wel wat te winnen. Ten aanzien van gastouders. Het klinkt raar als we het hebben over luiers van kinderen. Maar bij gastouders is dat uiteraard bedrijfsafval. Dus het probleem van de gastouder hoeven wij volgens mij als gemeente niet te gaan oplossen. Ik wil niet zeggen dat wij prima kunnen meedenken. En als wij een manier van inzameling hebben, dan zal dat niet heel, zullen we daar niet heel flauw over gaan doen. En ook in dat geval zou er misschien nog wel een andere mogelijkheid bestaan voor een extra container. U mag daar nog op reageren. Ja. Nee, het initiatief in Soest is genomen gezamenlijk met gastouders om daar één oplossing voor te bieden. Dus dat was de achtergrond daarvan. We gaan in ieder geval ons licht nog even opsteken in Soest om te kijken wat daar nog te winnen valt. Goed. Genoeg over dit plasje en een pasje. Dit wordt een hamerstuk de volgende vergadering. En als er niks geks gebeurt, denk ik dat de volgende vergadering weer een... misschien wel in een nog beter record kan als de vorige. Maar goed, ook daar haal je soms het nieuws mee. Wij komen toe aan het verslag van de commissie van 12 februari. Zijn daar nog... Ja, de heer Blanken. Dank u wel, voorzitter. Dat gaat even over punt 9. In zaken de hele invoering schoolzwemmen. Hier wordt nu alleen gesproken over het onderdeel zwemmen. Maar wij zouden het graag toch wat breder willen zien. Volgens mij kwam dat ook uit de commissie. En dan ook om het bewegen wat meer te stimuleren en een gesprek aan te gaan met schoolbesturen. Nog even een aanscherping van wat vorige keer besproken is. En wat misschien anders onder het tapijt verdwijnt. De heer Brink, dat wordt meegenomen. Volgens mij is de opmerking correct. Oké, dank u wel. Als aanvulling op het verslag. Verder nog over het verslag. Dan is dat bij deze vastgesteld met de opmerking die net is gemaakt, de aanvulling. Ja, rest me niets anders dan deze vergadering te sluiten. Misschien voor mij de laatste keer, maar dat zullen we merken na 20 maart. Dank u wel in ieder geval voor vanavond.